Ik zal intens luisteren. Ik zal ook achter mij luisteren. Ik zal met die pad afluisteren. Deze expositie, Wall Hangings heet die, die is in de Willem II-fabriek. Ik heb zelf ook een atelier in de Willem II-fabriek. En ik vind het heel mooi om in deze grote monumentale zaal ook die monumentale kleden te laten zien. In mijn werk gebruik ik eigenlijk de laatste 10, 15 jaar al fotografie als basis. Ik heb gomdrukken gemaakt, verschillende projecten daarmee gedaan. Ik heb filmprojecten gedaan. Nou, wat hier nu hangt, dat zijn allemaal geweven kleden van plekken die voor mij belangrijk zijn. Die ik gemaakt heb op reizen. Ik heb een paar maanden ben ik in Zuid-Afrika geweest. Ik heb een tijdje in Weimar gewerkt. Terwijl ik op die plekken was, heb ik ook veel dichtbundels van vaak lokale dichters gelezen. Zoals in Zuid-Afrika had ik veel bundels van Antje Krog bij me. Vaak vind ik dat fijn als ik op een plek ben om dan het land, de natuur, ook op een andere manier tot me te laten komen. Dus niet alleen visueel, maar ook in woorden. Dus daarom vind ik het interessant om daar dichtregels of teksten aan toe te voegen. En die teksten die heb ik met de hand geborduurd. Dus dit is wel geweven in de textiellab. Hè. Dat heb ik met eindeloos veel proeven heb ik dat daar gemaakt. Ik borduur dat met de hand erop omdat ik dat een mooie aanvulling vind op het machinale weven. En het is echt de ouderwetse kruisteekjes. Die zijn wat transparanter, die zijn echt geïntegreerd in het kleed. Terwijl als ik het machinaal erop zou laten borduren, dan ligt het er bovenop. En ik vind het heel belangrijk als ik tekst in zo'n afbeelding gebruik, dan moet de tekst niet te veel aanwezig zijn. Hij mag ook pas in tweede instantie te zien zijn. Want tekst op een afbeelding is zo dominant, je ziet altijd meteen eerst de tekst en dan kun je het vaak niet meer loslaten. Dus daar ben ik heel erg naar op zoek geweest om volledige integratie van de tekst en van de afbeelding. En ik heb dan allemaal afbeeldingen gebruikt van plekken die voor mij belangrijk zijn.